En ik ben toegekomen aan mijn volgende interview. En dit is de een die doet mee aan het geluid van de soundtrack. En vandaag hebben we het daar eigenlijk een beetje over. En met wie spreek ik? Je spreekt met Danique. Ja, Danique en nog meer? Kemperman. Anders kunnen mensen je natuurlijk niet vinden, hè? Als ze je straks allemaal Nee, vinden dat omdat is ze helemaal waar. willen weten wie je bent, dan kunnen ze je niet vinden. Hoe is het, Danique? Ja, gaat hartstikke goed. Ja. Druk, druk, druk. Ja, dat snap ik. Wij hebben elkaar natuurlijk ontmoet bij het geluid van de Zaanstreek het afgelopen jaar eigenlijk. Je bent op dit moment finalist. Nou, dan komt bij mij eigenlijk de eerste vraag. Hoe kan dat eigenlijk? Want dan blijk je heel goed te zijn, of niet? Ja, ik denk het wel inderdaad. Ja, hoe het kan, ik heb geen idee. Ik denk, ik stap er gewoon in. Het is weer leuk om wat ervaring op te doen. Ik zag het ook voorbij komen op Facebook. En ja, dat ik eigenlijk zo ver zou komen, dat had ik zelf ook niet verwacht. Nee, want wij hebben elkaar daar natuurlijk ontmoet, wat ik zeg, in de eerste ronde, als het goed is. Ja, klopt. Ja, en het zat volgens mij wel allemaal goed in elkaar, toch? Ja, zeker, zeker. Ja, nee, het is allemaal super georganiseerd en nee, zoals het ging, ging het eigenlijk super, ja. Ja, het is een hele leuke talentjacht. Kan je wat meer over jezelf vertellen? Dus, want je zingt zelf, heb je eigen singles, wanneer is het begonnen? Nou, ik ben Danique, 24 jaar en ik kom oorspronkelijk uit de Zaanstreek, maar ik woon nu eigenlijk een jaartje nu op mezelf in Beverwijk. En ja, waar is het eigenlijk allemaal begonnen? Nou ja, op het VMBO, ik heb op het trias gezeten in Krommenie, Ja. daar hadden ze altijd een talentenjacht één keer per jaar en dat heette Trias. Ja. En nou ja, ik had in het eerste jaar dan een vriendin waarmee ik heel veel omging en wat wij ook vaak deden was liedjes zingen als we dan met elkaar afspraken. En nou ja, uiteindelijk zei ze van nou, ik ben niet, weet je, je kan best wel goed zingen, waarom doe je daar eigenlijk niks mee? Nou ja, ik was een beetje schuw en ik durfde dat allemaal niet. En nou ja, op een gegeven moment in het tweede jaar van het VMBO werd de talentenjacht dus weer georganiseerd. En toen had ze mij dus stiekem opgevonden. Ja. Ja, en nou, dat heeft ze dus samen met een toen voormalige wiskundedocent besproken om dat te doen. Die dus ook veel in muziek deed. En onder andere ook die talentenjacht organiseerde. En toen waren de generale repetities, dat werd op een open dag daar gehouden. En toen mocht ik meekijken. En nou ja, toen onverwachts was het van, en nu komt Danique op het podium. Dus ja, daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Dat ik zeg maar echt over die drempel heen getrokken ben en dat ik ben gaan zingen. En ja, nou ja, vanaf toen is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Dat ik wat vaker durfde te zingen, wat meer ging optreden. En ja, eigen singles of zo, dat heb ik eigenlijk nog niet opgenomen. Voornamelijk waar ik me gewoon op richt is leuke covertjes opnemen. Ik heb een eigen YouTube-account waar ik gewoon op Danique Kemperman is dat dan te vinden. En nu sinds een jaartje, ongeveer een halfjaartje, heb ik dan nu ook een Instagram-account waarop ik video's post. Dat heet dan Singing Daan. Ja, Ja. en dan sinds kort een Facebook-account. Die kan je ook gewoon vinden op Danique Kemperman. Ja, want je hebt twee Ja. Facebook-accounts volgens mij. Ja, klopt, ja. Eentje gewoon privé en dan eentje via zang. Maar ja, dan zie je ook een video dat ik echt aan het zingen ben. Of tenminste een afbeelding Ja, dat je ik ziet een echt foto dat je aan het zingen bent. juist Dat is ben. jouw zangpagina, ja. Inderdaad. En die staat ook gewoon open, dus Nee, oké, ja, dat is logisch. Dus iedereen kan je eigenlijk die jou wil vinden, moet je eigenlijk de zangpagina van jou toevoegen. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Ja. Nou, dan kunnen dat mensen die in ieder geval luisteren, kunnen dat dan doen. Dan komt het volgende eigenlijk bij mij. Je hebt natuurlijk, je had het over je vriendin eigenlijk die gaf van hey, wat kan je leuk zingen en alles. Maar wanneer komt dat moment dan bij jezelf van hey, ja, ik kan eigenlijk ook zingen. Of ik, tenminste, ik vind dat ik kan zingen, zeg maar. ja, nou dat is, blijft voor mij heel lastig. Ik vind het heel moeilijk om zelf te zeggen van, zoals nu dat je ook zegt, hè, van goh, je staat in de finale. Ja. Ik vind het moeilijk om eigenlijk zelf te zeggen van, ja, nou ja, misschien kan ik ook wel zingen. Ja, En en wanneer is dat moment zeg maar geweest? Dat bedoel ik zeg maar van, je had het ja, net zeg maar wanneer over het moment VMBO. gekomen Wanneer is dat is. moment zeg maar voor jezelf? Want op een gegeven moment kunnen natuurlijk mensen zeggen en van Inderdaad. ja, je kan goed zingen, je kan goed zingen. Maar dan kan het voor jezelf nog steeds zijn van ja, ik ben eigenlijk niet zo goed of ik kan eigenlijk niet zingen. Er kunnen nog 100 mensen Nee, zeggen, die hebben nee. natuurlijk ook. Maar wat is het moment dat jij toch dacht van, oh, misschien kan ik toch wel zingen en ik ga er wat mee doen? Ja, dat was voornamelijk zeg maar dat ik dan echt dat eerste optreden had gegeven, echt op een podium stond en Ja. echt daar gezongen had en daarvan afkwam. En dat eigenlijk mensen mij benaderden van, goed, Danique, jeetje, dat klinkt gewoon hartstikke goed, daar moet je iets mee doen. En eigenlijk ook mensen gewoon niet uit mijn vertrouwde omgeving die dat tegen mij zeiden. Oké. Ja, dat gaf mij wel het zelfvertrouwen om daarmee verder te gaan, inderdaad.
Ja, nee, helemaal logisch natuurlijk. En wat is zeg maar de stap dan geweest naar ja, eigenlijk het geluid van de Zaanstreek, waar jij ja, op dit moment, wat ik zeg, met nog een aantal hele goede zangers en zangeressen in die finale staat? Ja. Nou, ik heb, dan moet ik even denken, ik denk dat het een jaartje of 4, 5 geleden is geweest, heb ik meegedaan aan Zaanstorm en Talent. Dat was toen een talentenjacht in het Zaantheater, wat ik toen ook via social media voorbij zag komen. Ja. Nou ja, toen was ik daarbij ook door naar de volgende ronde, toen stond ik daar ook te zingen. En ja, op dat moment toen dacht ik van, oh, dit vind ik leuk, die talentenjachten. En ja, niet zo groot als The Voice of Holland, Got Talent, dat je Ja. echt op tv komt, maar ja, dat kleinere, lokalere, zeg maar. Ja. Toen dacht ik, ja, hier leg je ook connecties met andere mensen. Dat is gewoon superleuk. En je hebt wat meer contact met elkaar ook in de muziekwereld. Ja. Ja, en toen zag ik dit voorbij komen op Facebook. En toen dacht ik, hey, misschien eindelijk weer zoiets vergelijkbaars voorbij komen. Laat me gewoon aanmelden en nou ja, we zien het wel. Ja. Ja. Ja, nee, helemaal goed natuurlijk. En helemaal leuk. Want ja, blijkbaar wat we al zeiden eigenlijk van je kan natuurlijk zingen, want anders sta je niet in zo'n finale, want er staan hele goede tegenstanders natuurlijk. Dus dat is alleen maar leuk. Wat is het genre wat je een beetje zingt? Ik heb wel wat covers natuurlijk voorbij zien komen via Facebook. Maar wat vind je het leukste, zeg maar, om op het podium of misschien als cover te zingen? Of wat zou je ooit nog misschien willen uitbrengen? Ja, wat ik voornamelijk eigenlijk zing is gewoon popmuziek Ja. en dan ook Nederlandstalig of ballads vind ik heel leuk. Ja. Ja, wat zal ik uit willen brengen? Ik denk dat het voor mij, ik vind het bijvoorbeeld leuk om ballads te doen, dat je echt kan uithalen en echt je kwaliteit kan laten zien. En wat Maar is ik een vind voorbeeld zeg eigenlijk maar daarvan? Wat jij zegt van hé, hey, dat is een mooie ballad wat ik mooi vind om te zingen. Want dan kunnen mensen ongeveer weten in welke hoek ze moeten denken. nou ja, als je dan bijvoorbeeld vergelijkbaar Lady Gaga pakt met Shallow, ik denk dat Oké. Okay. iedereen bijna dat liedje kent, Ja. dat je echt een nummer opvoert totdat je daar zeg maar bent. Ja, ik vind dat je dan wel kwaliteit kan laten zien inderdaad. Maar ik denk het belangrijkste van muziek vind ik eigenlijk dat je een boodschap kan brengen. En ik vind ook met talentenjachten, wat je ziet op de televisie, dat iedereen eigenlijk de liedjes zo shallow kiest en eigenlijk het beste van zichzelf probeert te laten zien. Ja. Maar dat eigenlijk toch wel de boodschap van muziek is dat je misschien veel meer gevoelige liedjes kan brengen. En dat het allemaal niet zo uitgepakt hoeft te zijn. En ja, ik denk wel, stel je voor, ik kan ooit zelf iets van muziek maken of Ja. uitbrengen, dat ik echt daar gericht de focus op zal leggen. Oké. Dus meer een boodschap kunnen overbrengen en dat je mensen echt raakt met muziek. Dat je echt een verhaal kan vertellen of kan overbrengen. Ja, dus dat je echt gewoon een verhaal hebt waar mensen zich, waar je zelf waarschijnlijk in kan vinden, maar waar mensen zich ook in kunnen vinden, zeg maar, op hun eigen manier. Inderdaad, ja. Ja, dan kom ik eigenlijk bij het volgende. Dat is natuurlijk van wat zou je uiteindelijk willen? Wat is jouw toekomstdroom? Is dat misschien de Voice of Holland? Is dat misschien een groot theater? Want de ene wil natuurlijk in een groot theater staan, de ander zegt van nou ja, ik wil op een heel groot podium staan, het Ziggo Dome. Wat zou je uiteindelijk bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar misschien wel willen? Oeh, ja. Het is niet lastig, Heel veel. hè? Ja, dat is inderdaad een grote vraag. Ja, wat zou ik willen? Nou, ik denk dat ik gewoon sowieso meer die covers wil oppakken. En ik denk dat ik, het is natuurlijk leuk als je wat bekender wordt. Als meer mensen naar je muziek gaan luisteren, dat is gewoon heel fijn. Maar of ik dat via een talentenjacht zoals Holland's Got Talent of The Voice of Holland wil doen, dat weet ik niet. Maar misschien met gewoon een goed YouTube-account waarbij je best wel bekend kan worden. Op die manier de wereld kunnen bereiken. Ja, dat lijkt mij wel heel gaaf. Als je dan toch door iemand ontdekt wordt die jou daarin kan promoten, dat ja. Eigenlijk een Dat beetje, is eigenlijk ja. voor nu een beetje mijn doel. En voor de rest pak ik het eigenlijk allemaal nog een beetje laagdrempelig. Ja, het is eigenlijk een beetje als wat je zegt, als Davina Michel eigenlijk. Dat je in één keer vanuit een Ja. YouTube-kanaal met 20 volgers had ze toen volgens mij, of 200 abonnees had ze volgens mij. Ja. Opgepakt wordt bij bijvoorbeeld Beste Zangers zoals het ging en dan nu ja, het Eurovisie Ja. Songfestival. Zo snel kan het natuurlijk Ja, gaan. inderdaad. Ja, op die manier. Dat vind ik veel leuker. En ja, wat je bijvoorbeeld ook bij haar ziet, is dat ze gewoon echt haar eigen muziek ook gewoon doet. Ja. En vaak hè, met zo'n talentenjacht, nee, dan moet je toch natuurlijk wel een beetje diverse capaciteiten laten zien. Van Ja. Nederlandstalig tot rock en noem maar op. Ja, en voor die talentenjacht is het leuk, maar als je daarna natuurlijk zelf je eigen album wil uitbrengen, dan denk ik wel dat het van belang is dat je echt gaat zingen wat je zelf leuk vindt. Ja, en het is natuurlijk altijd met die talentjachten afwachten van, ja, breek ik daar dan door? Je merkt natuurlijk ook in heel veel Precies, artiesten van, die zijn best wel ver gekomen. Die zijn misschien bij Idols in de top 10 gekomen. Maar ja, dan hoor je ze niet inderdaad. meer.
Nee, precies. Ja, en het is zo jammer, want sommigen zijn gewoon zo goed. Dus Ja. ja. Nou, buiten het zingen natuurlijk, want ik ga ervan uit natuurlijk dat je daar niet alleen maar zeg maar aan verdient. Wat doe je buiten het zingen? Ja, buiten het zingen. Ik werk als verpleegkundige in revalidatiezorg. Ja. En ja, nu echt sinds kort een nieuwe baan. Ik werk nu denk ik ongeveer al 3 maanden weer. Ja. Dus dat is voornamelijk wat ik als werk doe, waarmee ik mijn brood zeg maar verdien. Ja. En ja, voor de rest, wat doe ik nog meer? Ik doe heel veel aan paardrijden. En voornamelijk gewoon met muziek bezig. Lekker met vriendinnen afspreken. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik mijn vrije tijd een beetje doorbreng. Oh, dus gewoon lekker gezellig ook in de coronatijd. Het is natuurlijk Ja, een best een ja. raar jaar geweest, ook voor Ja, verpleegkundigen natuurlijk. zeker. Is het voor jou druk geweest, niet afgelopen jaar met ja, revalidaties en alles natuurlijk met wat er gaande is geweest? En nog Ja, steeds. nou ja, hiervoor had ik natuurlijk een andere baan, dat was in de ouderenzorg. Ja. En nou ja, goed, ook daar is natuurlijk corona voorgekomen. Ja. Dus ja, het was natuurlijk een heel druk jaar, maar ja, nou ja, dat bewijst wel als verpleegkundige hoe belangrijk je bent en hoe waardevol je werk is. Dus Ja, dat hebben we denk ik ook wel gezien bij sowieso over het algemeen natuurlijk met verpleegkundigen dat het toch wel ja, gewoon keihard nodig is. ja, zeker hoor. Gewoon iedereen in de zorg. Ja, of je nou broodjes staat te smeren of mensen staat te wassen. Het is allemaal even van belang in deze tijd geweest. Dus, En het is natuurlijk heel dankbaar werk, denk ik. Ik denk dat je er heel veel zeker. voldoening uit haalt, toch? Ja, zeker hoor. Je gaat altijd met een voldaan gevoel weg. Mensen zijn super dankbaar. En ja, gewoon natuurlijk vooral afgelopen periodes. Ja, dat zijn gewoon hele rare gekke tijden geweest. Ja. Ja, waarin je toch wel meer een band met de mensen opbouwt. Ja, komt toch wat meer over elkaar te weten in de zorg. En dat je enkel hen als iemand te bed staat en daarna doe je de deur weer dicht, ga je weg. Ja. Ja, mensen delen toch wat meer met je, omdat er verder gewoon niemand is. Alle Ja. bezoek is beperkt natuurlijk. Dus ja, het is een heel mooi beroep. Nou, dat is in ieder geval mooi om te horen. En ook leuk, is ook even leuk om te horen. Misschien qua reclame of wat dan ook voor anderen natuurlijk van hé, hey, ga Ja, dat werk dan zeker gewoon doen hoor. natuurlijk. Ja, zeker. En ja, nee. De mensen zijn hard nodig. En Ja, dat zijn ook als overal je erover tekorten, nadenkt inderdaad, of je, hè, als je verpleegkundige wil worden of niet, hè? meld je gewoon bij een instelling aan. En je hebt grote kans dat zelfs de instelling nog voor jou die opleiding financiert. Je daarbij wil helpen. Dus in deze tijd is bijna alles mogelijk. Ja, dat is wel leuk om te horen. Ook gewoon dat je Ja. daar gewoon zo spontaan ook over bent, want dat zorgt ook weer voor, ja, een soort, wat ik zeg, een soort van reclame natuurlijk ook. Ja, Van hé, zeker ga dat hoor. gewoon Ja. doen ja, help de ander eigenlijk, daar komt het op neer. Ja, inderdaad. En de mensen zijn hard nodig. En ja, in de zorgwereld, je kan altijd meekijken, eens oriënteren of je wat vindt. Dus ja hoor. Ja, leuk om te Dat is horen toch in wat ieder mensen geval. denken. Dan ben ik ook aan het bedenken gelijk eigenlijk, dat schiet me in mijn hoofd. Ga je, je werkt dan met ouderen, zeg maar, nu dan iets minder, nu echt denk ik met alle doelgroepen wel, qua revalidatie. Zing je dan ook daar? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, bij mijn vorige werkgever, dat is dan echt in de ouderenzorg geweest. Ja. En daarvoor heb ik op kleinschalig wonen gestaan. Ja. Dus dat houdt dan in voor mensen met dementie. En ja, vooral die doelgroep is ja, heel erg vatbaar met muziek, hè. Dat is vaak herkend voor hen. Dus ja, daar hoef ik natuurlijk niet met de Davina Michelle aan te komen. Ja, misschien wel leuk. Maar dan, Misschien. ja. Maar wat ik dan vaak deed inderdaad, was dan een half uurtje spelen muziek met de gitaar en dan liedjes zoals Vader Abraham. Ja, dat vonden die mensen helemaal geweldig en dat was wel heel leuk hoor. Ja, dat is heel herkenbaar voor mij, omdat we natuurlijk ook die optredens hebben gedaan. Ik zou nog eerst een optreden natuurlijk ook bij jullie doen. Ja, Bij een of zeker. andere instelling van jullie. Alleen dat is nog niet, daar heb ik nog verder geen contact over gehad toen. Ah, oké. Okay. Nou, ik zal eens even Dan contact gaan we opnemen wel met goed iemand. komen. Dan komen we eigenlijk bij Ja. het laatste van het interview. Voor mij hebben we de rest denk ik wel zo'n beetje gehad. En anders komt dat voor een ander moment gewoon desnoods een keer in de studio hier, als je dat leuk vindt, in Zoetermeer. Ja, leuk. Dat is een leuk studio en dan kan je ook nog live zingen en alles. Ja, leuk, leuk, leuk. Dan komen we natuurlijk een stukje ook voor promotie natuurlijk voor jezelf, je social media en dat soort dingen. Nou ja, zoals ik al eerder heb gezegd, ik heb dus een YouTube-account. Dat is Ja. gewoon Danique Kempman. En daar kan je me inderdaad vinden. Ja, ik heb een tijdje geprobeerd om elke zaterdag een video te posten. Ja. Maar ja, door gewoon de drukte eromheen, ook met mijn werk, onregelmatige diensten, lukt dat niet altijd. Ja. Maar minimaal 1 keer in 2 weken komt er een video online. Ja. Zo heb ik dus ook mijn Instagram-account. En dat heet Singing Daan. Ja. En nou ja, dan mijn Facebook-account. Dat kan je ook gewoon op Danique Kempman vinden. Alleen ja, dan moet je even opletten dat je inderdaad de Facebook-pagina pakt die open staat. Maar je ziet het gelijk. Allemaal zangvideo's. Dus dan weet je dat je de goede hebt.
Oké, en Danique is met QUE, want ja, je hebt ook Danique natuurlijk met klopt. IEK Met en IEK inderdaad. ja, dus Ja, dan met dus Danique is aan het QUE. einde dus tussen DANI en dan QUE. Ja, Want anders klopt. kunnen mensen jou Klopt. straks alsnog niet vinden. Nee, precies. Dan zijn ze lang aan het zoeken. En ik zal zeggen, ja, welke cover van jezelf eigenlijk, want je hebt natuurlijk alleen maar covers, wil je horen? Die gaan draaien op de Oeh. radio voor je. Oké. Welke covers? Dan moet ik even denken hoor. Die op YouTube staat, noem maar één, zeg maar van, nou, die vind ik Ja, ik echt leuk om. vind die van Miss Montreal, Door de Wind. Oké. Ja, die heb je laatst opgenomen, Ja, klopt ja. hè? Wat. Niet zo heel lang geleden nog. En die wil je waarschijnlijk doen in die finale? Misschien wel, Ik ja. zag iets voorbij komen dat je die misschien bij Saansrek in die finale in ieder geval ging doen. Dus Ja, dat echt. is in ieder geval leuk. Ja, eigenlijk dan mijn laatste vraag. Hoe schat je je kans in? Dat is wel leuker misschien. Hoe schat je je kans in? Oeh, ja, wat ik zelf al zeggen, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Ja, jij vindt het heel Maar lastig? ja, ik vind dat heel lastig om te zeggen. En ik ben altijd heel kritisch naar mezelf. Hè? Want ik Ja. vind altijd als ik video's terugluister, denk ik, oeh, dat moet beter en dat moet beter. En Ja. dat ik het heel moeilijk vind om te zien wat er dan wel goed gaat. Ja. Dus ja, ik vind, er zitten heel veel goeie ook tussen. Dus ik weet het niet. Ik ben er zo ingestapt van, ik zie het wel. En nou ja, als ik een prijs win, is dat gewoon fantastisch. En nou ja, voor de rest geniet ik gewoon van het moment. En, nou ja, stel ik de eisen maar niet te hoog aan mezelf. Nee, één ding moet je me wel even beloven, dat je wel boven Ricky Jans eindigt. Dat hoop ik wel. Is goed, ik ga mijn best doen. Ja, dat vind ik wel. Daar moet je ook bij Foute Radio, weet je, het is een hele vreemde jongen en alles. Dus daar moet je wel even boven eindigen. Ja, is goed. Nee, maar een grapje. Nee. Ricky kennen we heel goed, Ja, zeg maar. Dus die zal dit straks waarschijnlijk ook zo horen. Dan zeg ik tegen hem, luister, je moet gewoon ergens onderaan eindigen, kom wel goed. Toch? Nee, is goed. Dankjewel voor het interview. ja, geen En veel probleem. plezier vanavond. Ik weet niet of je gaat kijken, maar in ieder geval heel veel plezier. Ja, zeker, ga ik doen. Hey, is goed. Dankjewel. Oké, Doei doei. doei.